Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we aan de slag met deel 2 van de belangrijke personen voor het examen voor geschiedenis voor MAVO 4. En dan beginnen we waar we de vorige keer zijn geëindigd, namelijk met de dood van president Roosevelt in de VS en zijn vicepresident die hem opvolgt. En dat is Harry Truman. En Harry Truman zat daar niet eens per se op te wachten, maar door de dood van zijn president moest hij wel de nieuwe president worden. En hij moest ook meteen een belangrijke beslissing nemen. Uh, namelijk, de Tweede Wereldoorlog was nog niet klaar en de VS was heel zwaar aan het vechten in Japan. En hoe moesten we die oorlog nou zo snel mogelijk beëindigen? En Harry Truman besloot en koos ervoor om twee atoombommen te gooien op Japan, op Hiroshima en Nagasaki. Een besluit waar heel veel doden bij zijn gevallen en waarbij uh, er genoeg mensen waren die daar, en zeker ook nu als erop terugkijken, die daar twijfels over hadden. Daar is hij dus heel bekend van geworden en ook van het begin van de Koude Oorlog. Want hij was niet zo'n grote vrienden met Stalin. Hij had een veel agressievere houding. En ook mede door die agressievere houding ontstonden er al vrij snel uh, ontstonden er botsingen met de Sovjet-Unie. Ja, en kunnen we ook zeggen dat hij ook mede veroorzaker is van het begin van de Koude Oorlog. George Marshall was een bekende generaal en later ook minister aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En wij kennen hem eigenlijk vooral van de Marshall-hulp. De, het plan van de VS om Europa economisch te steunen, zodat ze niet zo arm zouden worden en daardoor minder snel communistisch zouden worden. En dat Marshallplan heeft Europa enorm geholpen in de wederopbouw en daar is meneer George Marshall heel erg bekend van. Als we dan een aantal jaren verder gaan, dan komen we meneer Imre Nagy tegen. En Imre Nagy was een Hongaar en hij is vooral bekend geworden van de Hongaarse opstand in 1958. En waarom is hij zo bekend geworden? Nou, in Hongarije was er een grote opstand tegen het uh, communisme, tegen, um, zou je kunnen zeggen, uh, de Sovjet-Unie. Stalin was al overleden. Veel van de opstandelingen die Stalin had opgesloten, die waren weer uh, ja, op vrije voeten. En Imre Nagy was de premier die uh, ja, eigenlijk de, de opstandelingen uh, wel hun gang liet gaan. En uiteindelijk heeft de Sovjet-Unie stevig ingegrepen. Zijn Nagi en heel veel andere mensen die hebben meegeholpen aan de opstand, ter dood veroordeeld, om aan andere landen te laten zien: je komt binnen de Sovjet-Unie niet in opstand. Degene die dat allemaal deed, die dus zo streng optrad, dat was Nikita Khrushchev. Dat was de opvolger van Stalin. En uh, hij was uh, een stukje zou je kunnen zeggen aardiger dan Stalin. Hij was minder Heftig in het opsluiten van al zijn tegenstanders, maar hij liet wel meteen zien dat er met de Sovjet-Unie nog steeds niet te spotten viel. Hij is vooral bekend geworden van de Cuba-crisis, de bouw van de Berlijnse muur in 1961 en ook de Hongaarse opstand waar ik het net over had. Dat zijn allemaal belangrijke gebeurtenissen uit de Koude Oorlog die er waren op het moment dat hij de leider was van de Sovjet-Unie. Een andere belangrijke persoon uit die tijd, en die heeft ook weer te maken met die Cuba-crisis waar ik het net over had, dat is Fidel Castro. Fidel Castro, uh, die bijna 50 jaar de baas is geweest in Cuba, greep in mij 1959 de macht met een, een staatsgreep. En hij werd meteen grote vriendjes met de Sovjet-Unie. Dat zie je op de foto bovenaan, daar zie je hem knuffelen met Nikita Khrushchev. En hij zorgde er ook voor dat er raketten kwamen te staan op Cuba, die gericht waren op de VS. En dat zorgde uiteindelijk voor de Cuba-crisis, waar het bijna dreigde te escaleren tussen de VS en de Sovjet-Unie. Alexander Dubček, en ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek, maar was de premier van Tsjechoslowakije tijdens de Praagse lente. Hij was zelf was geboren in volgens mij, Bratislava in Slowakije en hij was de leider van. Uh, de opstandelingen tijdens de Praagse lente die vonden dat er meer vrijheid moest komen binnen het communisme en die vonden dat er meer vrijheid moest komen in het gebied wat onder leiding stond zou je kunnen zeggen van de Sovjet-Unie. Uiteindelijk is die Praagse lente neergeslagen en dat ging wat vriendelijker dan in Hongarije bij de Hongaarse opstand. Er werden niet allemaal mensen de dood veroordeeld, sterker nog, meneer Dubček bleef in leven. Um, werd wel even gevangen gezet. en is later ook weer. toen de Sovjet-Unie verdween. is hij weer in de Tweede Kamer gekomen. in, uh, in Tsjechoslowakije. en later in Tsjechië. En uh, hij heeft het dus overleefd. maar is vooral bekend van de Praagse Lente. En Mikhail Gorbachev is de eerste persoon in dit lijstje. die nog leeft. Mikhail Gorbachev was de laatste leider van de Sovjet-Unie. Hij zag dat de Sovjet-Unie. niet door kon gaan op de manier zoals ze nu doorgingen. Er waren te veel mensen ontevreden. Economisch gezien ging het te slecht, dus hij wilde wat veranderingen doorvoeren. Helemaal niet met de bedoeling om de Sovjet-Unie te beëindigen, maar uiteindelijk is dat wel geweest wat er gebeurde. Je zag dat hij wat, uh, wat vriendelijker was tegenover de Verenigde Staten. Je ziet hem bovenaan zien, hem ook samen met de president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Uh, maar Mikhail Gorbachev is dus vooral bekend om zijn glasnost, meer openheid en perestrojka-hervormingen, die ervoor zorgden dat de Sovjet-Unie verdween. En meneer Gorbachev leeft dus nog steeds. De onderste foto is van een paar jaar geleden. Hij wordt heel erg geliefd in Europa. In Rusland is hij niet zo populair, want daar zien mensen hem een klein beetje als een verrader. Het is bijzonder hoe men in Rusland met meneer Gorbachev omgaat. En ik zei het al, Ronald Reagan, de man die je net boven de foto zag, was eigenlijk de president van de Verenigde Staten die een einde maakte aan de Koude Oorlog, zou je kunnen zeggen. Hij was ooit van cowboy in westernfilms. Uh, ja, opgeklommen tot president. Hij stond vooral bekend om een hele felle strijd. Hij was keihard voor de Sovjet-Unie. En hij zag dat de Sovjet-Unie het moeilijk had. Dus hij probeerde de Sovjet-Unie te verslaan. In de ruimte met, met zijn ruimtevaartprogramma's, maar ook uh, met veel uitgeven aan het leger. En hij zag dat de Sovjet-Unie dat niet meer kon ja, bijbenen. Hij probeerde ze dus economisch kapot te maken. En hij was de president. Op het moment dat het steeds slechter ging met de Sovjet-Unie. En uiteindelijk de Sovjet-Unie ook verdween. Boris Yeltsin is de volgende president. Maar dan de president van het nieuwe land Rusland. Op het moment dat de Sovjet-Unie verdwijnt. Um, hij was de, uh, de, de, de persoon eigenlijk die een, echt een einde maakte aan de Sovjet-Unie. En zei we gaan weer terug naar de Republiek Rusland. En hij werd gekozen tot nieuwe president. Zijn opvolger trouwens, die kennen we nog steeds, want die zien we onderaan het plaatje. Dat is meneer Poetin. Hij is volgens mij in 2000 of 2001 is Yeltsin opgevolgd. En hij is nog steeds de leider van Rusland. Helmoet Kohl, een ander belangrijk figuur uit Europa in die tijd. Hij is een aantal jaar geleden overleden. Het was een gigantische kerel trouwens, wat je ook kan zien op het plaatje bovenaan. Maar Helmut Kohl was in eerste instantie de leider van West-Duitsland. En na de Duitse eenwording, dus het samenvoegen van Oost- en West-Duitsland, werd hij ook de nieuwe leider van Duitsland. En hij was vooral, stond vooral bekend om de samenwerking die hij wilde met andere Europese landen. Zoals bijvoorbeeld de uh, samenwerking met Frankrijk, wat al jarenlang een, een rivaal is, een tegenstander zou je kunnen zeggen van, uh, van Duitsland die zie je bovenaan, daar staat hij samen met de Franse president symbolisch hand in hand. En Helmut Kohl staat bekend, ja, een beetje voor de, voor de hernieuwde samenwerking in Europa uh, en dus de president uh, na de Duitse eenwording. George Bush Jr. En ik zeg er duidelijk bij Junior, want ook zijn vader was president van de VS. George Bush was de leider, de president van de VS tijdens de aanslagen op uh, de Twin Towers op 11 september 2001. En hij is bekend geworden om zijn bekende uitspraak van The War on Terror. Hij besloot een aantal oorlogen te starten in Afghanistan, in Irak, um, om terroristen op te sporen die de aanslagen op 9-11 hadden gepleegd. En dat zorgde eigenlijk voor een soort van nieuw tijdperk. Er kwam een nieuwe vijand voor de VS, niet meer de Sovjet-Unie, maar de terroristen waren de nieuwe grootste vijand. George Bush was zelf ooit oud-piloot geweest, daarom ook de foto die je rechts onderaan ziet. En uh, George Bush heeft uh, uiteindelijk. Zijn War on Terror niet succesvol kunnen beëindigen. Het was uiteindelijk Obama die de, uh, die de man van de aanslagen op 11 september vond. Uh, maar George Bush heeft daar hard zijn best voor gedaan. Sukarno. En dan zijn we bij het laatste hoofdstuk van het boek. Sukarno was de, de man die het felste vocht tegen de uh, Nederlandse staat, zou je kunnen zeggen. Hij wilde namelijk dat Indonesië onafhankelijk zou worden en uh, ja, was daar een. Uh, een groot voorstander van dat was een van de grootste demonstranten dus tegen Nederland. En vlak nadat de Japanners ook weg zijn in de Tweede Wereldoorlog, roept ook Sukarno, dat zie je bovenaan op het plaatje, de nieuwe staat Indonesië uit. Nou, dat duurt al nog een aantal jaren. Er wordt er nog een aantal jaren gevochten met de verschillende politionele acties. Maar uiteindelijk wordt hij de nieuwe president eind 1949 van het nieuwe land Indonesië. Willem Drees, dan moeten we een klein stukje terug in de tijd. Willem Drees is jarenlang in Nederland premier geweest en hij was de leider van de Partij van de Arbeid, een socialistische partij. En Willem Drees, die we ook wel kennen als vadertje Drees, is vooral bekend geworden als de premier die in Nederland de verzorgingstaat opbouwde, de premier die zorgde voor wetten die uh, ervoor zorgden dat als jij uh, het minder had in Nederland, dat je werd geholpen. En veel van die wetten die kennen we nu nog steeds. Denk aan de, uh, de, de WAO. Um, Denk aan de WW. Um, en zo zijn er meer uh, wetten die passen bij de verzorgingstaat. En die zijn voor een groot deel allemaal geïnitieerd door Willem Drees. Dan hebben we Pim Fortuyn. Um, iemand die helaas niet meer leeft. Want is vooral bekend geworden omdat hij in 2002 werd doodgeschoten. Maar hij was eigenlijk een van de eerste succesvolle populistische politici in Nederland. Hij um, deed iets anders wat veel andere politici deden. Um, hij hield zich niet aan alle regeltjes die er waren in Den Haag. Hij was openlijk kritisch op de islam. Hij vond dat de, de, de immigratie was mislukt in Nederland. Um, en uiteindelijk is hij vermoord. Hij is ook een keer bekogen met een taart zoals je rechtsboven ziet. Um, maar toen hadden een aantal mensen wel door in Nederland, hey, um, dit, dit trekt blijkbaar kiezers. Um, mensen hebben behoefte aan een ander geluid. En Pim Fortuyn was daarom een voorloper van de twee laatste personen die ik vandaag behandel. Dat zijn Geert Wilders en Jerry Baudet. En zij leven gelukkig allebei nog. En als we beginnen met Geert Wilders, dan zou je kunnen zeggen, hij wordt een beetje gezien als de opvolger van Pim Fortuyn. Hij was ook iemand, of hij is iemand, die kritisch is op de islam. En hij richtte uiteindelijk ook zijn eigen partij op, de Pvv, die nog steeds bestaat en die ook nog steeds behoorlijk groot is en uh, ja, behoorlijk wat invloed heeft in Den Haag. Een wat nieuwere uh, politicus, iemand van de nieuwe generatie zou je kunnen zeggen. Dat is Thierry Baudet. Thierry Baudet is ook een populistisch politicus. Iemand die inspeelt op de ontevredenheid van het volk en zegt: De andere mensen in Den Haag doen het allemaal niet goed, ik ga het anders doen. Hij is de laatste tijd vooral bekend geworden van de anti-corona protesten die uh, hij doet. En hij heeft ook zijn eigen partij, Forum voor Democratie. Nou, die partij leek een aantal keren uit elkaar te vallen, maar bestaat nog steeds. En Thierry Baudet is op dit moment een van de populistische gezichten in Nederland. Tot zover deze personen. Ik heb ze echt niet allemaal gehad, maar wel de meest belangrijke. Heb je nog vragen over een van deze personen? Laat het vooral weten. En opnieuw wens ik jullie heel veel succes met je examen.